deelnemers maken Alpe d'Huez, maar de vrijwilligers zijn zeker net zo onmisbaar. Beetje rustig aan. En ook zij hebben bijzondere verhalen. En dit is een van die supervrijwilligers, hè, die zich inzetten voor Alpe d'Huez. Nou ja, supervrijwilliger. We doen het allemaal ergens voor. Ja? Jij doet het ook ergens voor? Ja, natuurlijk. Iedereen doet het ergens voor. Ik doe het voor mijn broers en zusters. Je broers en zussen? Ja. Allemaal kanten? Veel. Van de 11-9 stuks. Dus, van de 11-9 stuks? Ongelooflijk. Ja, dat is, mijn vader is er al overleden. Ooms en tantes. Dus, jij zelf? Want jij bent dan een van die twee die het niet heeft? Ik ben een van de twee die het niet heeft. Dus, en dat is wanneer wel, wanneer niet. Ik zou het niet weten. Ja. Vandaar ben je dan bang dat je het ook krijgt? Bang niet. Bang niet. Het is zo dichtbij dat je het gewoon herkent en dat je het weet. En je weet wat je te wachten staat. Dus, nee, bang ben ik er niet voor. En is dit dan een leuke of een emotionele dag? Bijna. Zeer zeker. De finish is heel zwaar. En ja, je ziet het. Het komt heel hard aan. Soms. Nou, veel sterkte dan.